Utrechtse vleeshandel Hilkman weigert om 35 ontslagen werknemers de ontslagvergoeding uit te betalen waar ze recht op hebben. Zo wil het bedrijf ze onder druk zetten om zich terug te trekken uit een rechtszaak tegen het bedrijf, waarin ze een extra schadevergoeding eisen wegens hun ontslag. Dat zegt een woordvoerder van FNV Voedingsindustrie woensdag in een verklaring. Alleen als deze mensen zich terugtrekken uit de rechtszaak, krijgen ze de ontslagvergoeding betaald, aldus de woordvoerder. De bond noemt de werkwijze van Hilkman chantage. Hilkman neemt afstand van de woordkeuze van de FNV. Een woordvoerder laat weten dat Hilkman de woordkeuze tendentieus, feitelijk onjuist en een verdraaiing van de feiten vindt. De directie was altijd van plan de ontslagvergoedingen te betalen, maar zette dat om juridische redenen on hold. Vleeshandel Hilkman kreeg vorig jaar 21 miljoen euro van de gemeente Nijmegen voor een verhuizing die niet doorging. Vervolgens trokken de eigenaren in februari de stekker uit het bedrijf, waardoor ruim 200 mensen hun baan kwijtraakten. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.